Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik heb iedere week een gesprek met Ronald Zoete over de energiemarkt. Alleen Ronald heeft er even een korte vakantie tussen gepland. Dus vandaag geen gesprek, maar ik wil het dan zelf even hebben over twee onderwerpen. Het eerste onderwerp is een Nederlands kerncentrale die in ontwikkeling is. En het tweede onderwerp is gasmarkt. Ik wil als eerste naar die kerncentrale in ontwikkeling. Nou, we gaan hier eventjes naar mijn website, beursbox.nl. En ik heb hier vorige week over geschreven. Dit is een plaatje van een andere kerncentrale, want de kerncentrale waar ik het over ga hebben, die bestaat nog niet. VDL Groep, Demcon en Torizon werken samen om een gesmolten zoutkerncentrale te gaan ontwikkelen. En ja, dat is een aardige ontwikkeling, een aardig idee. Maar het is nog lang zover niet. Het is mooi dat ze er al mee komen. Ze krijgen er enorme hoeveelheden subsidie voor om dit te ontwikkelen. En ik denk ook dat het een goede ontwikkeling is, maar we moeten er heel helder in zijn. Het is nog lang niet zover dat ze dat daadwerkelijk kunnen doen. Het is nu 2025. Ze verwachten te beginnen met de bouw in 2030. Dat kan alleen maar als de techniek waarmee ze willen werken daadwerkelijk ook werkt. En zover is het nog niet. Natuurlijk, je kan wel zeggen van we weten ongeveer zo gaat het, maar het is er nog niet. Laat dat duidelijk zijn. Ze willen die kerncentrale laten branden op onder andere oud afval. Dat kunnen ze dan hergebruiken, er zit nog wat in. En ze willen hem laten branden op thorium. En dat is maar de vraag of het werkt. Nou is het een SMR, een Small Modular Reactor. Dat is de bedoeling, zo'n kleine kernreactor die dus ook schaalbaar is. En wat ze willen gaan bouwen is een 100 megawatt kernreactor die goed is voor het voorzien van stroom van een stad als Eindhoven. Amersfoort, makkelijk, dat soort dingen. Dus het is een eigenlijk best klein ding. En die moet je dan bij iemand in zijn achtertuin zetten. Dat is niet werkelijk zo. Maar iemand moet natuurlijk wel vlakbij een kerncentrale gaan wonen. Ook die kleine kerncentrales. Het blijven kerncentrales. Dus dat gaat nog wel het een en ander aan problemen opleveren. Want niemand wil dat. Dus ja, dan is ook de vraag, waar komt die dan? En je kan wel zeggen, ja, een stad als Eindhoven voorzien van stroom. Ja, maar waar zet je hem dan? In Eindhoven? Vlakbij Eindhoven? Wil iemand die vlakbij Eindhoven woont wel zo'n kernreactor voor de stad Eindhoven bij zich hebben? Dus het is maar de vraag hoe snel dit allemaal gaat lukken. 2030 beginnen met bouwen. Ik denk dat dat erg optimistisch is. Het is ook zo dat die techniek gewoon nog niet zo ver is. En ja, de vraag is dan van, ze hebben wel verwachtingen. En komt dat uit? Is er straks genoeg geld om dat onderzoek zover te krijgen? En natuurlijk, je kan wel zeggen, ze krijgen tientallen miljoenen, maar in het grand scale of things is dat natuurlijk heel weinig. Als je kijkt naar wat Amerika in onderzoek stopt aan geld, dat is vele malen groter. De grote techbedrijven, die gaan ook in kerncentrales. Die gaan daar miljarden in stoppen. En ja, dan gaat hier in Nederland zo'n ontwikkeling ontstaan. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik zie het nog niet zo heel snel gebeuren eigenlijk. Maar het kan mee gaan vallen. Het is een goede ontwikkeling dat ze er wat mee doen. Maar ik weet niet of ze genoeg kracht hebben om dat te kunnen doen. Het tweede onderwerp waar ik het over wil hebben is de gasmarkt. Er is namelijk in Europa, in Nederland, minder gas dan een jaar geleden. En dat is nog niet problematisch, maar als we nu wel een strenge winter gaan krijgen, en het is nu half januari, en er komt nog wat, we hebben nog maanden te gaan in wezen. We hebben ooit eens een Elfstedentocht gehad in maart. Ja, er kan nog van alles gebeuren. Dan hebben we wel een probleem. In Europa is het nog niet nijpend. In Engeland, Verenigd Koninkrijk moet ik eigenlijk zeggen, daar begint het nu wel te knijpen. Want daar is de voorraad gas nog lager. En hoe komt dat dan? Nou, in Europa hebben wij een verplichting voor bedrijven die gas opslaan dat er een minimale hoeveelheid moet zijn. In het Verenigd Koninkrijk is dat er niet. En waarom is dat een probleem? Nou, die handelaren die willen zo'n best mogelijke prijs. En ja, die kunnen er wel eens naast zitten.
En als ze er dan naast zitten, ja, dan wordt het een probleem, want dan moeten ze veel duurder inkomen. Dus die uitslagen die je krijgt in de prijs voor gas, die kunnen veel groter zijn op het moment dat je zegt van ja, we gaan erop gokken dat gas goedkoper wordt en dan gaat dat niet gebeuren. Ja, dan moet je kopen in een krappe markt en dan schiet die koers omhoog. Op dit moment is er sprake van een krappe markt. Er is niet een enorme koude in Europa. Maar het is wel winter en ja, als dan je voorraden in de winter al heel erg laag zijn, dan kan je dus in de problemen komen. Het kan ook zijn dat ze ermee wegkomen. Dat is dus ook zoiets van ja, als het een milde winter wordt, dan hebben ze gelijk gehad. Ga je die gok aan? Nou, ik ben blij dat in Europa in ieder geval er gewoon de verplichting is van een minimum hoeveelheid. Dan betaal je iets meer, want ze maken meer kosten, maar je hebt iets meer zekerheid en het is ook zo dat je niet per ongeluk in de problemen kan komen. Want stel je voor dat er nu ergens toch een disruptie is in de aanvoerlijn, dan heb je kans dat het Verenigd Koninkrijk gewoon zonder gas komt te zitten. En hun voorraad was al zo laag dat het ongeveer een week voorraad was. En dan kan het zijn dat ze weten, ja, er komt weer een schip aan en dan hebben we weer eventjes. Maar een week voorraad is wel extreem laag. Hè? Dus ik vind dat Engeland daar wel heel veel risico mee neemt. Maar ja, goed, het is aan hun. Waar gaat het dan heen met die gasprijs? Nou, wat Ronald vorige keer al zei, de zomergasprijs is al hoger dan de wintergasprijs. Hè? Als we kijken naar termijnhandel. En dat is omdat we weten dat in de zomer er dus een enorme vraag gaat zijn. Want dan zijn de voorraden hierop en we moeten nieuwe voorraden hebben voor de volgende winter. Dus het feit van ja, in de zomer is er weinig vraag naar gas, dus zal de prijs al laag zijn, dat is nu voorbij omdat die handel in gas heel anders is geworden. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de oorlog in Oekraïne en het feit dat het gas en de olie nu onder een embargo vallen, de Russische gas en olie. En ja, dat daarmee die wereldmarkt gewoon heel anders is geworden. En dan is de vraag, waar gaan die schepen met vloeibaar gas heen? Gaan die vanuit het Midden-Oosten naar China of gaan die naar Europa? Ja, dat is maar de vraag, waar levert het meest op? Zolang Europa rijk is, hebben we niet zoveel problemen, want dan kunnen wij een hogere prijs bieden. Maar de vraag is hoe lang Europa rijk blijft als wij ja, steeds weer krap in de energie zitten. Dus voor Europa is het ontzettend van belang dat we een goed energiebeleid hebben en gaan kijken van hoe kunnen we minder afhankelijk worden van olie en gas uit het Midden-Oosten, olie en gas uit Amerika of ja, wat we al hadden uit Rusland. Je moet toch zorgen dat je die afhankelijkheid kwijt kan raken. En een van die manieren om dat te doen is natuurlijk duurzame energie, is waterstof, is kernenergie. En ja, dan ben je toch weer bij die kernenergie. Het is belangrijk dat wij wel iets gaan organiseren en ook iets ontwikkelen. En ja, dan hoop je dat dat Nederlands initiatief dat dat een kans maakt. Maar wat ik al zei, ik heb daar wel een beetje een hard hoofd in, omdat die grote techbedrijven in Amerika nu echt miljarden stoppen in het ontwikkelen van eigen kerncentrales, omdat ze hun datacentra zelf moeten voorzien van stroom. Want AI, Artificial Intelligence, vraagt gigantische hoeveelheden aan stroom. En uiteindelijk is dat misschien wel de volgende industriële revolutie. Dat we moeten zeggen, ja, dat is dan AI geworden, want we gaan daar zo afhankelijk van worden. Omdat we heel veel processen met AI gaan doen. Dat gaat heel veel banen kosten. Het gaat ook weer een heleboel opleveren. En je kan er het negatieve van zien. Je kan er ook het positieve van zien. Maar hoe dan ook, AI is zowel positief als negatief te gebruiken. En wij als menselijke bevolking zullen daar maar mee om moeten gaan. En er is zoveel is er wat je zowel goed als kwaad kan gebruiken. Kernenergie ook. Ja, het wordt nog steeds ook misbruikt. In de oorlog tussen Rusland en Oekraïne gebruikt Rusland het feit dat ze kernwapen heeft als een pressiemiddel van ja, je mag ons niet te hard verslaan. Bij Gerson bleek dat zo te zijn, want dan gaan we kernwapens gooien. Dus mochten de Russen ontsnappen, want er was vooral bij de Amerikanen de angst
dat Rusland met kernwapens zou gaan gooien als ze daar 30.000 soldaten zouden verliezen. Ja, als wij maar die angst hebben, dan komt Rusland overal mee weg. Maar dat is een ander onderwerp. Ik ga ermee ophouden. Vond je deze video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit videokanaal? Abonneer je dan. Dat moet je doen door ingelogd te zijn bij YouTube. En als je je abonneert, druk dan ook op het belletje. Dan krijg je een notificatie als ik een volgende video heb gemaakt. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe.